Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom vanuit de sfeervolle Oude Kerk in Zwijndrecht op deze tweede kerstdagavond. En voor u gaan zingen een aantal zangers, een samengesteld ensemble van mannen bestaande uit mijn mannenkoren uit Nijkerk en Waddinxveen, Christelijk Streekmannenkoor, Noordwest Veluwe en CBM De Gouden Stem. We hebben er heel veel zin in om voor jullie te zingen vanuit deze prachtige kerk. En deze opname wordt mogelijk gemaakt door Arie Korevaar van bakkeliet.nl. Maar natuurlijk Wim en Ellen de Penning, die verzorgen beeld en geluid. We hebben een prachtig kerstprogramma samengesteld. Kerstimprovisaties op dit fantastische orgel, wat jullie al eerder in de opnames gehoord hebben natuurlijk. Maar met name zang van het mannenensemble, waarbij ook diverse koorsolisten naar voren komen. We beginnen, zoals gebruikelijk met de kerstconcerten, met een prachtig lied. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde. Geniet u van het mannenensemble vanuit de Oude Kerk in Zwijndrecht. En wat is er mooier dan beginnen met het jubelende Komt allen tezamen. Vervolgens zingen de mannen de kerstintrada, die ik een aantal jaren geleden geschreven heb in een mannenkoorbewerking, toen ik luisterde naar de bekende Belgische zanger Helmut Lotti. Die begon zijn kerstconcert met dat prachtige Gloria en Excelsis Deo. En dan op een gegeven moment komt er een Ere zij God, een ander Ere zij God, dan we straks aan het eind gaan zingen. En dan komt die Gloria en Excelsis Deo weer terug. Geniet u van de kerstintrada door het mannenensemble. Yeah.
En na deze prachtige zang van het mannenensemble gaat u luisteren naar improvisaties op het prachtige orgel. Als eerste Psalm 118. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Altijd een psalm die ik speel of graag begeleid tijdens de kerstdagen. Geniet van Psalm 118.
Alvorens de mannen gaan zingen, nog een improvisatie op dit prachtige orgel. Ik vind het ook altijd mooi dat er altijd veel jonge mensen luisteren en kijken naar het programma. En daarom speciaal voor de jeugd, maar ook voor iedereen, een improvisatie over kerstliedjes die kinderen zeker kennen. En het geschiedde in de dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth
naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Prachtige Stille Nacht, vertolkt door zangers die ik deze maand bijna elke dag gezien heb. Wat mooi is dat om dan met elkaar de kerstperiode af te sluiten
met zo'n lied als Stille Nacht. En nu gaan we verder met O Kom Emmanuel. Een lied wat eigenlijk nog te maken heeft met Adventtijd. De tijd waarin we zoveel kerstconcerten met elkaar mochten geven voor heel veel mensen. Twee solisten gaat u beluisteren. Bij het eerste couplet Andries Stichter, onze bas. En bij het tweede couplet Fred Gorter, de bariton. Geniet u van het prachtige O Kom Emmanuel. We kennen allemaal van Beethoven dat prachtige Alle Menschen werden Brüder uit een van zijn symfonieën. Op een gegeven moment heb ik daar een tekst op gemaakt. Zoon van God en Zoon van Mensen, Vredevorst, dat is zijn naam. Kwam op aard voor onze zonden, zing daarom nu al te saam. Eer aan hem, die grote koning, eer de vorst van Efrata. In de mensen welbehagen, in excelsis gloria. En bij het tweede couplet hoorde u onze tweede tenor Leendert Trouwborst een prachtige solo zingen. Zoon van God, Zoon van Mensen.
heb het er al vaker met jullie over gehad. Vroeger ging ik met mijn vader naar de grote kerk in mijn sluis. En dan speelde Feike Asma op de prachtige orgel. En dan stond er een rij voor de deur. En dat mochten we afgelopen maand ook ervaren. Daar zijn we blij en dankbaar voor. Maar stond er een rij voor de deur en dan zat je op een gegeven moment op je plek. En dan kwam Feike de kerk in met die lange witte manen en zijn manchesterpak. En dan liep hij naar het orgel en dan zat ik al als ventje zo. Feike na te kijken en dan ging hij naar het orgel en dan speelde hij die prachtige kerstfantasie van Jan Zwart natuurlijk. Maar op een gegeven moment speelde hij Mijn Gebed. Dizzy Lewis, een zanger, die zong dat. En ze kwamen samen in de hitparade. Nou, dat heb ik nooit bereikt. Maar goed, wie weet, komt dat nog een keer met deze mannen. Maar dan zongen ze Mijn Gebed. Althans, Feike speelde. En dan kreeg je dat prachtige tussenstuk. En dan gingen alle registers open, zoals dat alleen maar bij Feike kon. Toen dacht ik op een gegeven moment, wat een prachtige melodie is dat. Toen heb ik er een tekst op gemaakt. Hoog aan het firmament, daar blonk een ster. Herders en wijzen, ze kwamen van ver. Het licht wees naar Bethlehem, daar in een stal. Daar lag het kind, dat verlosser zijn zal. Daar hebben we van gezongen afgelopen maand. En ook nu weer. Heel mooi om de kerstperiode zo samen met mijn zangvrienden af te sluiten. Daar blonk een ster. Thank you.
Nico Druig gaat voor ons zingen. Lang geleden in Efrata's velden. Een prachtig lied. Ooit een tekst en muziek van Loek van der Leden en Meindert Kramer. Wijlen Meindert Kramer, de bekende dirigent uit Urk, maakte er een prachtige mannenkoorbewerking van. Nico gaat zingen, de mannen neurien. En dan komt dat prachtige refrein. En de engelenkoren zongen. Een lied van liefde en van vreugd. Lang geleden in Efrata's velden met Nico Druig. Lang geleden in Efrata's velden lagen herders en hielden trouw de wacht. Tot een schijnsel kwam uit de hemel in die koude, donkere van uw liefde mag ik leven, ben ik vrij. Wat ons brengt bij een spiritual waarin je heel veel blijheid in gaat horen. Go Tell It on the Mountain met solist Johan Petersen.
Cantique de Noël. Dat is één van de bekendste, misschien wel het bekendste Franse kerstlied. En op een gegeven moment kwam ik een mannenkoorbewerking tegen van Martin Koekoekoren. Die was nog ooit dirigent van de Maastrichter Staar. Dat gaan we voor jullie zingen. Solist is Andries Stichter. En op een gegeven moment gaat het koor neurien. En op een gegeven moment komt er een samenspel tussen solist en ensemble. Geniet u van het prachtige, indrukwekkende Cantique de Noël. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over een kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei, eere zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. MUZIEK
indrukwekkende ere zijn God in de bewerking van Jan van der Waard sluiten we onze kerstperiode af. Om te beginnen wil ik mijn zangers van harte bedanken dat ze hier waren op deze tweede kerstdagavond in de prachtige Oude Kerk in Zwijndrecht. Een samengesteld ensemble. En u dacht bij uzelf, wat klinkt dat mooi. Nou, u gaat ze nog een keer horen. Op oudejaarsavond zijn ze nog een keer hier in de Oude Kerk in Zwijndrecht. Ook een hartelijk dank aan Arie Korevaar, bakeliet.nl, die het concert, de opname, beschikbaar heeft gesteld. Wim en Ellen de Penning van harte bedankt voor het prachtige weergeven in beeld en geluid. Voor volgend jaar wensen we namens de zangers en iedereen die hier altijd weer aan meewerkt, een gezond, gezegend en muzikaal 2023 en een mooi uiteinde. En ik eindig weer met de woorden van mijn lieve dochter. Het komt goed, want we hebben elkaar.